Ja, zin zoeken, hè. Ik heb mijn laatste boek geschreven over vier cases die ik veel voor heb in mijn praktijk. En daarmee wil ik beginnen, want dit is het thema. Ons bewustzijn verbreden, vergroten naar wat er allemaal leeft in onszelf en in onze maatschappij, in onze organisaties. Hè. Ik ben altijd geïnteresseerd in idealisten tegen wil en dank. Submit. Ik ben niet alleen. Dat is altijd al een van de meest voorkomende aanmeldingen bij idealisten is, ik ben zo alleen in mijn organisatie. Dat is een heel veel voorkomend gevoel. Dus men wil echt iets, een verschil maken, impact, maar je bent alleen. De eerste sleutel is, en ik ga dat een beetje uitleggen nu, maak van ontwikkeling je hobby. Daaraan zie ik dat ontwikkeling dan toch geen mindset is. En voor mij, ik denk dat we ontwikkelingsgericht moeten zijn als er zoveel op ons afkomt. Tweede is, verbind je met grotere gehelen. Voor ons bewustzijn is dat natuurlijk zeer uitzonderlijk dat er zoveel de laatste 10 jaar op ons afkomt. Het is niet gemakkelijk uit je comfortzone gaan, maar het is nodig. Ik wil checken waar wij als groep ons situeren. Nee. Disrupties in organisaties teweeg brengen, dat zien jullie normaal zitten. Ze zeggen van het beste, ik wil met jullie team werken, maar het is wel zonder tafels. Hè. Het is buiten en we werken met foto's. Dat is een poosje. Doorgaan. Dankjewel.